We wilden even wat anders dan een keer diezelfde burger die we elk jaar eten. En, Pris kwam met het idee Plaza Gardens, Main Street. En het ruikt al heel goed, moet ik zeggen. En misschien al, voordat we beginnen wel even interessant om te vertellen. Het was dus niet mogelijk om vandaag een reservering te krijgen. Dus we zijn gewoon in de rij gaan staan. Nou, hoe lang heeft het geduurd, denk je? Kwartier? 20 minuten? Ja, zoiets. Kwartier, ja, misschien. En dan binnen nog 5 minuutjes of zo. Ja. 20 minuten zonder reserveringen gewacht. Op een doordeweekse dag. En het is nu 3 uur. 45 euro per persoon, inclusief één frisdrankje erbij. Dus ja, op zich. We keken net bijvoorbeeld bij Lucky Nugget. Daar had je voor 29 euro één menu. Hè? Dus één hamburger, frietjes, een toetje en één drankje. Voor 29 euro. En wij hadden zoiets van, ja, waarom zullen we daar 29 euro voor betalen? Wij gaan gewoon lekker hier naar Plaza Gardens. We gaan jullie zo even laten zien hoe het buffet eruit ziet. Ik kan niet beloven dat ik alles ga proeven, want volgens mij is het heel veel. Wacht, ik ga mijn best doen, oké? Okay? Maar tot nu toe gaat het eigenlijk allemaal wel goed. En ik denk dat we gewoon even moeten wachten tot... Je krijgt dan een bonnetje mee met je drankjes. Die worden dan wordt opgehaald door een ober. Ik denk dat we in de tussentijd al naar het buffet zouden kunnen gaan. Ik vind de setting ook heel erg nice, maar ik heb vooral heel erg honger. Oké, ik ga mijn best doen om bijna het hele buffet te laten zien. Ik denk dat ik dan heel eind kan komen. Dit is een mooie klok trouwens. Een veel mooie klok. We beginnen wat op broodjes. Lekker. Oké, we beginnen gelijk voor degene die op toetjes zaten te wachten. We beginnen gelijk even bij de toetjesafdeling, want waarom ook niet met de 30th anniversary. Met de 30th anniversary. Hoe spreek je dit uit? Macarons. Niet macarons, dat is weer iemand anders. Zo, de toetjesafdeling begint sterk, moet ik zeggen. Oké, kleine cupcakes en alles. Oké. Nou, die is goed weer. Oké, hier. Duidelijk de hoofdgerecht. Ik zie hier zalm, ik zie rijst, ik zie beef, ik zie aardappelcakes in de Mickey vorm natuurlijk. Ik zie bietjes, aardappeltjes, pasta, wat filet, mosselen. Zo, dit was kip. Die is populair denk ik. Hier is sushi. Pompoensoep. De salade moet ook even bijgevuld worden. Oh, maar dit ziet er ook, kijk. Oh, zo, die saladekant ziet er goed uit. Zalm, vis, garnalen. Couscous is dat, denk ik. Volsla van, traditioneel, lekker. Oh, hier, allemaal hammetjes. Zo, dit is wel echt een lekker uitgebreid buffet. We zien nog meer de saladekant. En natuurlijk is geen enkel Frans buffet compleet zonder een lekker kaasje erbij. Mag natuurlijk niet ontbreken. Wat hebben we hier? Mozzarella. Oh, nog meer van die Mickey-shaped aardappelkroketjes. Lekker stukje vlees hier zo. Oh mijn god, jongens. Ik ga zoveel eten. Ja, en zo te zien is het dus vanaf deze kant dubbel. Want ik zie hier al dubbele gerechten. Hier aan de andere kant ook zonder die pasta, die aardappel. Ik zie hier een heel bord met kip. Daar ga ik zo meteen sowieso een stukje van eten. En, oh ja, nee, het is sowieso dubbel hier. Kijk maar, want hier aan de andere kant hebben ze weer de toetsafdeling. En dat is identiek aan de andere kant. Nou, zo goed als identiek. Hier nog een lekkere frambozentaart. Nou, nu komt het moeilijkste gedeelte. Even kijken wat ik op mijn eerste bordje ga scheppen. Want ik weet nu al, dit gaat er meer dan één bordje worden. Hè? En altijd, wat ik zou ook wel leuk vinden, is open keuken. Lekker zien hoe het eten klaargemaakt. Dat vind ik zelf altijd wel leuk. En ik moet zeggen, de opstelling zo ziet er nice uit. En nu is het natuurlijk wel even de vraag. Hoe smaakt het eten? Ja.
Ik heb er echt zoveel trek in. Niet normaal. Heb je gezien hoe cute het eruit ziet? Ja, ik zag ze net op het buffet ook. Het is echt leuk. Heeft iedereen nu al het hele buffet al gezien? Of, ja, dit, ik heb net... Ik dacht, aan het begin zei ik nog van... Nou, ik weet niet of ik het hele buffet kan filmen, maar hij is dubbel. Ja, hij, zeg maar, ja, dus alles is, als het goed is, staat alles erop. Dus ja, ik, echt heel top. Een paar van die Mickey shapes en die toetjes, die zagen er zo goed uit. We hadden gewoon letterlijk een hele counter gewoon, ja, met en dubbel, hè? Aan de andere kant, ja, ook gewoon. Ik denk, ja, die gaan sowieso niet op. Wat heb je allemaal gedaan? I know. Wat heb je allemaal? Ik heb zal. Oh, lekker. Wat is dit? Ja. Ja, ik weet het niet. Er zit mozzarella en tomaat in. Iets met bladerdeeg. Nog een keer pesto met mozzarella en tomaat. Ja, lekker. Komkommersalade, ja. Gefrituurde rijst met soja. Teriyaki bedoel ik, of soja. Oh, even oh, nice. Oh, en lekker. Ik denk dat dit aardappel is. Dat denk ik ook, ja. Natuurlijk ben je voor de zalm gegaan, ja. Uiteraard. I love zalm. Hey, ik ben heel benieuwd. Ja, en ik vind het ook echt, ik vind het echt wel aangenaam hier binnen. Ik ben, ja, hoe zeg je dat? Ja, buffetsrestaurants hebben altijd een beetje zo'n, hoe zeg je dat? Ja, een bepaalde imago of zo, als je nou wat ik bedoel. Toppie vibe. Ja, een beetje wel. Je mag het wel zeggen. Ja, oké. Buffetrestaurant is altijd een beetje hoog tokkie gehalte. Ja. Er is niks mis mee, hè? Ik bedoel... Kijk, dat bedoel ik. Buffet is ook een beetje zoals ikzelf eigenlijk. Beetje tokkie. Half tokkie. Ja, een beetje tokkie, maar wel lekker. Nee, maar ik moet zeggen, hier op Main Street... ja, tuurlijk, het is wel kolossaal. Het is een grote zaal. En ja, het is rumeurig, veel kids en zo. Maar dat had ik ook niet anders verwacht. Maar dat valt me echt alleszins mee, hoor. Voor zo'n locatie als deze. Ja, het ziet echt leuk uit. Ja. Ja. Dus ja, het kan allemaal er zo nog zo mooi uitzien en op buffet, of, maar de vraag is... Of het lekker is. Is het ook lekker? Ja, die zalm, die smaakt goed. Die zalm is lekker? Ja, zeker. Ja, jij bent echt de zalmexpert, dus... Huh? Is het, zeg maar, echt een lekkere zalm of gewoon een... Goed. Gewoon oké? Okay. Gewoon goed. Gewoon goed? Oké. Okay. Ja. Ja, oké. Okay. Niks te gek, zeg maar. Nee, precies. Niks wat je nog niet eerder hebt gegeten. Nee. Nee. En die rijst is wel ook wel oké. Ja, die zit... Oh, die... Iets meer smaak aangemogen. Ga ik even een klein stukje van je proeven, want die had ik anders ook wel genomen als ik hem had zien staan. Maar... Oh, lekker. Oh. Ja. Beetje funky. Ja. Wel lekker. Wel lekker. Ja. Ik weet niet of dat rijst is, maar... Volgens mij is het iets van... Het doet me een beetje denken aan kikkererwten, maar ik weet niet wat het is. Ik dacht eigenlijk wel dat het rijst was. Nee, maakt niet uit. Het lijkt erop. Maar zijn ook die professionele food reviewers, hè? Nee. Oké, ik proef alleen nog even die... Ja. Dat ding? Ja. Weet er niet hoe het heet. Bladerdeeg met... ik denk bladerdeeg met kaasachtige constructie. Wat zien we er binnenkomen? Oh, tomaten zo. Met mozzarella. Met mozzarella. Lekker. Ja? Ja. Ja, je hoeft nog geen eindoordeel te geven, hoor, okay. Want we gaan nog toetjes doen en zo. Dus, Even een paar van deze borden hebben gegeten. Ja, even een paar, ja. Ik heb ook een bescheiden bordje gepakt. Ja, ik had iets. Ik ga dit allemaal. Wacht even. Ik ga dit allemaal opeten. Laat ik dat even erbij zeggen. Ja, dat okay? Moet ook, hè? Ik schep groot op, maar grote jongen, ik eet het allemaal op. Maar ik ben er gelijk voor gegaan. Ja. Ik had de hele dag al trek in biefstuk. Nou, even je cola. Oh ja, ik had de hele dag al trek in biefstuk. Maar het was er niet. Nee. Op buffet. Ik kom daar aan bij het buffet, was er geen biefstuk. En ik zit nog te vertellen net van, oh, ik vind het fijn als er een open keuken is. Ik dacht even kijken. Ja hoor. Ging op die grillplaat. Dit is wel heel erg. Ik heb lopen campen op het biefstuk en ik heb ook echt asociaal veel opgeschept. Maar ja, ik ga het allemaal opeten. Dat is gewoon een goed gevuld bord. En ik had er gewoon echt zin in. Dus ik heb wat biefstuk, ik heb een beetje kip, ik heb een stukje varkensfilet. En ik heb ook die Mickey-shaped dingen, een beetje salade. En deze had ik al stiekem geproefd toen ik daar stond. Over asociaal gesproken. Oh, dat is wel asociaal. Ja, ik weet het, heel asociaal. Heel lekker. Maar ja, ik ben toch wel even naar één ding het meest nieuwsgierig. Teriyaki met groenten. Oh. Teriyaki beef. Oh, dat zag ik ook liggen. Echt lekker. Oh mijn god. Oh mijn god, dat is lekker. Oké, stukje filet. Even onhandig snijden, maar dat maakt niet uit. Dit hebben ze net staan maken. Die beef die komt echt rechtstreeks van de grill. Deze lacht er al even. Lekker.
kip. Oeh, die filet is echt met peper. Oh, dat is wel lekker. Oeh, die kip, jongen, dat is zo'n grote bak ook die er ja. Oh, lekker zeg. Die kip is gewoon oké. Okay. Beetje droog. Maar... Oh, die gaat zo lekker eten. Ja. Oh. Ook echt aan toe gewoon. Mm. Wat heb je nog meer? Ja, ik heb een beetje een salade gemaakt en ze hadden rode gesnipperde uitjes. Daar maak je mij echt heel gelukkig mee. Jij wil gewoon eigenlijk een salade met alleen maar gesnipperde uitjes. Oh, oh nee, dan even toch... Omdat die Mickey shaped is. En die zijn lekker hoor. Die zijn gewoon lekker en lekker krokant ook. Oh, dat is allemaal lekker. Ik ga het nu allemaal opeten. En dan gaan we de toetjes nog even laten zien. Oh ja. En dan gaan we daarna even een eindoordeel vellen. Maar hij gaat hoog uitvallen. Eet smaak. Het zit al zo vol, dus ik zei tegen Pieter, nou ga jij maar wat halen. Dat kunnen we delen. Kijk, je hebt alsnog volgens mij echt alle cakejes en alle taartjes die er maar waren meegenomen. Nou, dan zal ik je wat leuks stellen. Er waren echt nog drie of vier verschillende soorten taart. Je had nog een citroentaart, je had nog een hazelnoottaart, je had nog chocoladetaart. Oeh, klinkt wel lekker. Ja, het is echt, ja, ik heb deze ook uitgekozen omdat ik eigenlijk niet weet wat het is. Dus ik dacht, nou, dat is wel leuk. Dat is een soort van frambozentaart. Dit zijn de macarons, dit is witte chocolade met mousse, dit is gewoon een chocoladecakeje dingetje. Dit is iets met rum en dit is ook gewoon een brownie met een Mickey chocolaatje. Dus ik denk, nou dit is wel een leuk buffetje. Ons eigen dessert buffetje voor met z'n tweetjes. Ja. Nou, het ziet er wel lekker uit. Ja hè? Zal ik dit zo kunnen eten? Ja, kijk maar gewoon wat je wil eten. Oh. Want als het opgaat, dan pak ik gewoon een nieuwe. Ja, dat is wel heel chill. Ja, dat is wel heel chill. Ja, kies gewoon wat je wil. Dat is volgens mij met witte chocola en mousse. Mm. Ja, is het lekker? Ja. Dat is van chocolademousse-achtig. Ja, wat is het eigenlijk? Ja, weet je. Chocolade. Praline. Vooral gewoon chocolade. Ook lekker. Ja, is lekker. Ja. Volgens mij is het allemaal super lekker. Ja, dat denk ik ook. Een soort van brownie. Was deze met rum? Nee, dat is die ernaast. Dat is die. Hé, hey, joh! Ja, dan moet ik zo meteen weer terug, joh. Ik heb al geen Mickey gegeten. Een Mickey chocola. En is het een goede afsluiter na die twee borden met heerlijke voor- en hoofdgerechten? Oh, dit was zelfs dit is ook echt gewoon geweldig. Ja? Ik zit wel echt na die grote hap van het chocolademousse dingetje. Ja. Zit ik wel gelijk helemaal vol. Dus jij moet wel even de rest gaan proeven. Want... Geen probleem. Oeh. Maar het was wel echt oprecht super lekker. Nee, ja, alles, wat zou je het geven? Zeg maar alles bij elkaar. En dan misschien is het wel eerlijk om het even in het kader van een buffet te zetten. Ja. Wat voor, zeg maar, hoeveel snackjes zou je het voor het buffet dat het is, zeg maar, hoeveel zou je het geven? Het buffet krijgt 4 uit de 5 snackjes. 4 uit de 5 snackjes. Ja. Dat is gewoon echt een zeer goed buffet. Ja, nou, het ding was ook, wat ik vaak heb met een buffet, is dat ik dan alles kies wat me lekker lijkt. En dan heb ik altijd een paar dingen waarvan ik denk, oh ja, nou, ik vind dat net niet. Ik neem het de volgende keer niet. Maar eigenlijk het ene bord wat ik had, heb ik gewoon bijna opnieuw. Ja, ik heb gewoon bijna identiek bord. Nou, groot gelijk. Dat is echt genoeg. Ja, groot gelijk. Het was niet allemaal, zeg maar, sommige waren echt super lekker, anders was het gewoon precies goed, maar niks viel tegen. Dus dat was wel... Nice. Ja. Oké. Okay. Aanrader. Nou, oké. Okay. Ik ga eerst even de lekkere toetjes proberen. Ja. Zo. Die is wel heel machtig ook. Ja, dit is een soort van Mars lijkt het wel, joh. Het lijkt wel gewoon een soort Mars karamel met chocola. Nou. Zie je hem? Oh ja. Wacht. Het komt heel erg naar Mars. Lekker.
met chocolademousse, cakeje, gebakje. Maakt niet uit, het op de mond. En het is lekker. Deze verwacht ik wel dat die lekker zijn, want ik denk dat dit precies diegene zijn die we in het Marvel Hotel op de kamer kregen, maar dan met, oh, ja, met die Avengers erop. Weet je hoe oud ze zijn? 30 jaar. Ze zijn dan 30 jaar oud deze bakkels. Ja. Precies dezelfde. Ja? Ja? Kijk in de binnenkant. Oh ja. Oeh, lekker. Oeh, dit vind ik heel lekker. Die eet ik zo even op. Ja, we hebben nog twee toch? Ja, precies. Een frambozen taart. Ja. Oh. Oh, die is heel lekker. Die is niet te zoet, zeg maar. Oh, echt? Oh, ja. Ik was een beetje bang voor die. Nee, die is heel lekker. Hij is niet te zoet. Ik heb geen idee wat het is, maar ja, ik heb hem erop gedaan. Ik denk dat een soesje, denk ik. Ja. Een roomsoes. Oh. Oh, dat is zo lekker. Oh nee, dit is iets met rum. Geen idee. Nou ja, die had ik in één keer moeten opeten. Zal ik voor je bewaren. Hoeft niet, ik zit vol. Maar er ligt nog meer hoor. Oh. Oh, die vind ik niet zo lekker. Ik zie het. Die proeft echt heel erg de alcohol ook. Oh ja. Nee, die vind ik niet zo lekker. Maar ik sluit me eigenlijk heel erg aan wat jij net zei. Ik had één dingetje wat ik niet zo heel lekker vond, was die kip. Die was een beetje droog. Eigenlijk alles was verder gewoon heel erg lekker. Eerste bord heb ik opgegeten. Ik heb net zoals Pris eigenlijk gewoon een tweede bord gehaald. Met bijna dezelfde dingen. Alleen net iets minder gevuld. Ik heb wel echt twee goede borden net zitten eten. En ja, die toetjes erbij is super lekker. Eén ding wat ik jammer vond is, we zitten zeg maar in de lunchtijd en er zijn geen characters. Als je hier gaat ontbijten of hier gaat dineren, dan heb je ook nog characters die hier rondlopen. Misschien hebben wij verkeerd gelezen of zo, maar die zijn er nu in ieder geval niet. Aan de andere kant, je ziet het ook wel, het is wel echt heel rustig. Heel rustig. En ja, ik vind het super leuk, zo'n character dining. Maar ik heb liever gewoon dat het echt een beetje rustig is en dat je ook niet zo schouder aan schouder bij het buffet staat moeilijk te doen, weet je wel. Ja, daar heb je wel weer een punt. Dus ik had het heel leuk gevonden met characters, maar dan moeten we nog maar een keer terugkomen. Ja, dan haalt hij wel 5 uit of 5, denk ik. Voor mij wel, in ieder geval. Nou, ik ga wel, laat ik het nogmaals even in het kader. Ja, ik haal het er alsnog bij. Ik weet in het kader van een pretparkbuffet, 5 snackies. Zo. Ja, het was gewoon goed. Het was echt heel lekker. Ik heb echt een paar hele lekkere dingen gegeten. Sowieso, ja, die biefstuk was gewoon, dat was gewoon echt nice. Die toetjes ook erbij. Is het duur? Ik vind het niet heel erg duur. Want ja, je ziet het nu niet. We zitten echt op Main Street gewoon een buffet te eten. Maar normaal, als je gewoon in een restaurant gaat, oh, je kan eten, dan betaal je meestal ook 35 tot 40 euro, toch? Ja, precies. 35 tot 40 euro. Dus ik vind het niet te duur of zo. Het is, kijk, laat ik voorop zijn, 90 euro voor met z'n tweeën. Dat is aardig wat geld als je ergens gaat eten. Maar niet veel meer geld dan wanneer je ergens anders een buffet zit. En nu zitten we gewoon op Main Street. Yeah. Zometeen lopen we lekker naar buiten en dan gaan we weer even lekker een attractie doen. Dus ja, alles bij elkaar is dit voor mij echt een 5 uit de 5 buffet. Pak hem een keer mee als je hem niet gedaan hebt, want we hebben hier heerlijk gegeten. Maar ik moet nog wel even uitbuiken. Thank you.
nieuw buffet. Gisteren hebben we een Main Street buffet gehad. En we gaan vandaag door voor het best wel een nieuwe buffetrestaurant. Ik denk wel het nieuwste buffetrestaurant hier. Pim's Kitchen in Avengers Campus. Voor degene die films heeft gezien, voor degene die films niet heeft gezien, laat ik het zo zeggen. Alles is groter of kleiner dan normaal moet zijn. Tenminste, niet alles. Maar die kaas is wel heel erg groot. Maar dat is in ieder geval een beetje het concept. Maar dat ga je wel zien zodra je het eten allemaal ziet. Nou, we beginnen net zoals gisteren even bij de toetjes blijkbaar. En wat is het allemaal? Blue custard. Allemaal crème, taartjes en alles. Oh, dat ziet er heel goed uit. Het zou geen Disney buffet zijn als dat alle taart en cake is, want er zijn hier nog veel meer soorten te krijgen. Wat is het allemaal? Oh, dat moet een aardbei voorstellen die opgetild is. Jelly zie ik hier. Dat is die aardbei weer. Chocola. Pak. Mini donuts. Cake. Oh, lekker. Nou, qua toetjes is het in ieder geval weer dik op orde. En voor alle kijkers met kids. In tegenstelling tot Plaza Gardens waar we gisteren hebben gegeten, hebben ze hier dus wel echt voor kinderen nog een apart buffet. En ja, daar vind je eigenlijk alles wat je verwacht. Zoals hamburgertje, frietjes, maar ook een soort lasagne-achtig dingetje en een beetje rijst zelfs. Dus ook de kids kunnen hier lekker van hun eigen eigen buffetje genieten. En ze kunnen zelf een ijsje maken met de nodige garneringen. De koude voorgerecht, ik zie wat wrappies. Ik zie hier denk ik een soort roomkaas, denk ik. Oh, dit lijkt alweer toch op toetje. Ja, moes. Dit zijn toch alweer toetjes, of niet? Oh nee, dat zijn wraps met kip. Ja, dit zijn toch wel echt toetjes, ja. Er zitten soepstengels. Wat koude voorgerechten. Nou, dat ziet er op zich aardig uit. Dit is wel redelijk vergelijkbaar met waar we gisteren zijn geweest. Ook nog even saladebar. Ja, dit is wel redelijk vergelijkbaar, maar wel nice dat je alsnog hier gewoon een eigen salade kan maken. En hier, dit ziet er nice uit. Wat is dit? Super spicy hummus met jalapeno's en nachos. Oh mijn god, dit ga ik sowieso eten. Als je mij een beetje kent, dan weet je dat die zeker mee naar een tafel gaat. En hier nog even wat meer saladeachtige praktijken. Ziet er ook wel lekker uit. En die mega croutons, oh mijn god, kijk hoe groot. Kijk, wat hebben we hier allemaal nog meer? Oh, hier wat koude vis voorgerechten, garnalencocktails. Garnalen, wat is dit? Oh, blauwe mayonaise. Oh, dat is grappig. De zalmtataar is dus op. En hier hebben we nog wat gerookte zalm. Nou, in ieder geval voorgerechten genoeg. We gaan nu aan het spectaculaire deel beginnen. Met hier één jumbo pretzel, wat er dan nu nog van over is. Een mega grote hotdog. En dan kleine hapjes ook nog eens. Het ziet er echt... Hier, kijk. Hoe lekker kan je spullen? Geweldig. En hier, lekker pastaatje. Oh jongens, ik ga zo heerlijk eten zometeen zeg. Lekker pastaatje. Hier ligt nog één punt hamburger, maar ik heb wel eens online gezien. Het schijnt dus hier, ik hoop dat we dat nog te zien krijgen, maar dit zijn dus echt grote burgers legs hier. Bijna net zo groot als dat Dimbo volgens mij. En dan kan je een slice meekrijgen. En vind je dat onhandig, dan kan je alsnog gewoon een klein hamburgertje kiezen. En dat is wel echt nice. En dan gaan we hier nog verder met wat warme hoofdgerechten. Gnocchis, groenten. Ik weet echt niet wat dit is, maar het ziet er wel lekker uit. Zoals straks even proeven, wat boontjes. Even kijken. Dit is, we zien varkensvlees. Met een lekker barbecue sausje. Zalm. Aardappeltjes, groenten. Wat meer filet. Oh, hier lekker, wat groente, extra groentes. Zo, wat is dit dan joh? Ik denk paella of niet? Ja, ik denk zoiets. Paella-achtig. Die naam is grappig. Jumbo Jambalaya. En corn dogs. Nou, in ieder geval genoeg om vanuit te kiezen. Nou, ik word dus net aangesproken en hij zegt, wil je de grote even zien? Oh mijn god. Oké, ik maak ook nog even een foto. Oké, nou, deze ga je op Insta zien. Jeetje, jongens. Nou, dit is dus hoe de grote eruit ziet. Thank you. Wat goed. Nou, dit was het laatste stukje waar ik het net over had. Echt geweldig. Wat prevention? Zo, jij hebt een lekker bordje voor jezelf opgeschreven. Het ziet er zo goed uit. Ja. Dat is echt veel ook, hè? Ja, echt niet normaal. Ja.
Wat heb je allemaal? Ja, van alles en nog wat. Dit is kip met groenten. Ja, die zag ik ook, die heb ik ook een beetje genomen. Dit zijn ook groenten. Oh, en die gegrilde groenten, ja. Gegrilde groenten. Oh, een soort hotdogje heb jij. Een broodje met inderdaad een hotdog. Klein hotdogje. Couscous met kaas. Ja, en dan heb ik zelf nog twee van die losse dingetjes bij gedaan. Oh, lekker. Een hamburgertje. Klein hamburgertje. Friet. En ze hadden echt nog een super speciaal dingetje wat je daar kon ook pakken. Wat is het? Dat is zout. Het oh, ik denk dat je beeld net niet goed ziet. Zie je dit niet? Oh ja, nu wel. Wat is er gebeurd? Nou, ze hebben hier van die hele leuke dingetjes staan. En oh, kijk, nee. Zit hier bovenop een gaatje. Oh, ik zie het al. En het kwam er maar niet uit. Dus ik zo, en toen ik zo, frasch, alles zo op mijn bord. Ik was echt blij dat het alleen in het hoekje was. Ja, en een beetje hier, kijk. Ja, dat kan gebeuren hoor. Ik heb ook een pretzel en... En een drankje. Ook 45 euro per persoon is oh, deze. Oh, zalm was het trouwens. Vergeet ik helemaal. Zalm met groentes. Oh, lekker. Daar ga ik wel mee starten. Ja, ik wou zeggen, jij bent echt de afdeling zalm. I love it. Ja, het ziet er allemaal echt heel nice uit ook, moet ik zeggen. En Pris heeft even een heel mooi hoekje voor ons geregeld hier zo. Ja. Zit hier even lekker even afgezonderd. Oh, die zalm is al echt... Is die lekker? Ja. Ja? Ja. We gaan weer eerlijk genieten. Ik weet het nu al gewoon. Het gaat gewoon net als gisteren. Je weet nu al de score. Nee, dat gaat gewoon weer. Want we moeten ook nog toetjes doen, hè? Ja, die, hoort, die horen er wel bij. Dan gaat de score nog meer omhoog. Gaat hij nog op? Ja, we moeten alles nog even eten. Zal ik anders even laten zien wat ik allemaal... Ja, ik neem nog één appel. Oh ja, sorry. Ja, de burger. Die is wel belangrijk. Ja, dat, oh, er zit een zout op. Maar goed dat het niet van het grote zout is. Ik kan niet overmeten. Van die stenen zout. Dat is lekker. Ja? 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 Ja, oké. Als het goed is, is het goed. Als het goed is, is het goed. Om nog een keer te lopen, ja? Dadelijk. Dat is echt heel goed. Ik weet niet of ik voor een tweede ronde kan gaan. En ik zal even laten zien waarom. Oké. En het grappige is nog dat ik, toen ik net over het buffet liep, toen vroeg ze nog... Over het buffet? Over het buffet, ja. Altijd eten vies. Ja, heel handig. Awesome. En toen vroeg hij nog van, wil je de grote burger zien? Dat heb ik net nog allemaal staan filmen. En net kwam hij daadwerkelijk daar te liggen. En toen ging ik heel netjes zo wachten. En toen kwam die medewerker kwam daar zo, die kok. Hij zo, waar kan ik je mee helpen? Ik zei, ja, ik zeg, mag ik misschien een stukje van die burger? Want hij was nog gewoon aangesneden en alles. En toen ontstond er een soort van gesprek. We probeerden elkaar te begrijpen, maar het was heel moeilijk. Maar achteraf gezien wilde hij denk vragen hoe groot stuk ik wilde hebben. Ja, waarschijnlijk wel, want hij zat nog te grappen dat hij die hele burger aan mij ging geven. Iedereen stond er ook op naast, weet je wel. En toen heb ik dus echt een achterlijke grote slice gekregen, jongens. Kijk nou even. Dit ga ik echt niet opkrijgen, hoor. Ja, ik wil ook wel een stukje dadelijk. Jawel, ik ga het wel opkrijgen. Maar je mag me wel helpen. Ja, ik wil wel een stukje. Zo. Het ziet er echt lekker uit, man. Het is ook heel lekker. Ja, ze zijn een beetje uitgeschoten met pin particles. Daarom is die zo rood. Echt heel lekker. Ja, nice. Ik heb nog meer. Wat heb je nog meer? Ik heb een lekkere salade voor mezelf gemaakt. Met kip en bacon en parmezaanse kaas. Oh, dat is heel lekker. Er staan ook allemaal van die dressingen. En ik heb soja en sesam eroverheen nog gedaan. Classic. Proef je echt heel goed. Hier die boontjes waar ik het net nog bij het buffet over had. Ik denk dat dit iets van gehakt is. Oh, lekker. Oeh, dat is geen gehakt. Wat dan? Volgens mij is het een vleesvervanger, een soort vega. In ieder geval geen vlees. Nee. Oeh, dat zag ik even niet aankomen. Ja, ik dacht, eeuw, gelijk vies. Nee. Ja, ik vind het ook niet lekker.
Die zag ik ook even niet aankomen. Nou, het is een, ja, oké, okay, niet mijn ding. En wat is dat dan? Ja, dit is dus de spicy jalapeno cream dip met nacho. Je kan ook nog nachos los doen, daarbij heb ik niet gedaan. Oh, dat is lekker. Is dat je jam? Ja, ik dacht ik ook. Oh mijn god. Ja, dit is allemaal al keihard goedgekeurd. En net zoals gisteren, ik ga het allemaal niks opeten. En dan laat ik het hierbij, denk ik. Nee, nee, nee. Je moet ruimte houden voor de toetjes. Ja, ook de toetjes. Eet smakelijk. Eet smakelijk. En de toetjes. It's toetjes time. Mooi bordje opgemaakt. Even voelen of het hard was. Ja, want dit is iets met, dit is wel leuk. Iets met honing, iets met de wasp, honey, nog iets. Met ook echt met honing erin. Oké, en dit? Dat is een mini donut. Een soort, en dit daarvoor zijn mini cakes, die heb je ook in plakjes. Maar ik heb de mini variant van. Ik heb eigenlijk bijna van alles de mini genomen, behalve die aardbei. Dat is echt één grote aardbei. En cake, en ik denk dat ik er frambozen saus op heb gedaan. In ieder geval een beetje een sausje op gedaan. En dat is carrot cake daar zo. Oeh, oké. Okay. Ja, dus maar weet je wat ik wel jammer vind? Nou. Toen ik hier opende, toen had je echt van die getiende toetjes en zo. Maar die hebben ze niet meer. Dat vond ik wel echt jammer. Dat is wel jammer. Maar alsnog, ja, het ziet er wel, ziet er wel lekker uit. Ja, het ziet er heerlijk uit. Ja, oké. Okay. Die is goed gekeerd al. Dat is echt mijn jam. Ja? Ja, ja, ja. Is dat je, je jam? Je weet toch wel, als je... Aardbeien jam? Ja. Sorry. Aardbeien jam. Ja. Dat is je een verjaardag had en iemand ging een taart bakken, dan maakte iemand soms wel zo'n aardbeien kwarktaart. Ja. Dat is dit. Dat is deze. Ja, alleen dan nog met zo'n glazuurlaagje eroverheen. Ja. Ik neem hier ook een stukje van hoor. Ja, die ziet er ook echt heel funky lekker uit. Er zit nu geen honing bij. Ook toch niet zo van. Nee? Oh. Okay. Ik weet ook niet wat het verder is, maar... Moes. Witte chocolademoes. Ja? Nou, oh, lekker chocolade. Hoor. Met chocolademoes. Okay, maar nice. Nu met honing. En nu met honing. Oké, toch wel lekker. Ja. En dit wil ik ook even proeven. Ja, de mini donuts. Ja, die moet je kijk, even door dat is heel hard. Ja, die moet je gewoon even door midden beuken. Prachtig zo. En anders pak ik er gewoon nog één hoor, als je hem gewoon wil eten. Hoppa. Oh ja, nu zie ik het. Ja, nice. Funky. Je had ook een hele grote donut, die zeg maar... Ja, gewoon zeg maar zo was, even vanaf het bord gezien. Okay. Maar ik vond deze er leuker uitzien. Ja. Dus er zijn eigenlijk twee donuts. Op elkaar. Twee donuts, ja? Oh, nee, laat maar. Dit is gewoon een dikke donut. Gewoon een dikke donut, maar is die ook lekker? Heel lekker. Ja? Ja. Met witte chocolade erover. Oh, goed. Goed. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Ja, jij mag die andere testen. Ja, ik denk dat het frambozen is, maar er stond geen bordje bij. Dus ik dacht, nou weet je wat, kleurt gewoon over mijn gebakje heen. Nee, het is aardbeien. Wow. Ziet er wel lekker uit. Oh, het kwam binnen helemaal, hé. Zo, die is lekker. Nee, sorry, toch een soort bosbessen. Ik denk een beetje van alles van. Het kan ook bosvruchten zijn. Ja, die bedoel ik. Bosvruchten. Ja, dat kan van alles zijn. Het is wel heel lekker. Ja. Die aardbeien was goed, zei je? Ja, ik vind het wel. Wow. Die is heel lekker. De honing, ja, ik gooi tempo er gewoon even in. Ja, dat is goed. Met honing. Ik ben gewoon een langzame eter. Oh, die is lekker fris. Ja, wat is het dan? Ja,
ik denk toch citroen hoor. Want ik proef toch een beetje die, dat frisse van citroen. Ja. Ja. Lekker. Oké, ik ga voor de carrot cake. Ja. Met dit. Ik ben even vergeten wat het ook al is. Maar, leuk is altijd. Wat is? Wat dit is blijkbaar dat is iets... Oh, dit zijn die dingen die ze gooien volgens mij, waar alles groter en kleiner mee wordt. Heb je de films gezien? Ja. Oh, heeft de films al gezien? En weet je wat leuk is? Er is altijd iemand die kijkt die dit weet. Ja, laat het even weten. Ja. Ik heb gewoon het hele chocolaatje opgegeten. Oh, dat is heel lekker. Dat is die carrot cake, toch? Ik zal het een beetje voor je bewaren, dat vind je heel lekker. Carrot cake, maar met een cheesecake-achtige vulling erop, zeg maar. Oh, laat zien. Draai eens even een beetje. Wat? Deze? Dat dingetje, jij wil even infilmen. Infilmen? Ja. Oh, oké. Ja, cheesecake-achtige, je weet wel wat ik bedoel, toch? Ja, ja, ja. Oh, al deze stukjes zijn super lekker. Ja. Al deze... Ja, ik zat net al een beetje te klagen. Want eigenlijk had ik had wel verwacht dat je, want ik weet bijvoorbeeld dat je die hamer van Thor, volgens mij ook dat shield van, die shield van Captain America als toetje, Groot had je volgens mij ook, die heb je allemaal niet meer. Dit is denk ik ook een soort van cake. Citroen of zo denk ik. Of lemon, maar dat is hetzelfde. Nee, het is van bitterkoekjes. Oh. Oh, lekker. Oké, maar ja, ik ben er over. Alles bij elkaar, gewoon de hele experience. 4 out of 5 snackies. Deze is bijna perfect. Ik vond het hoofd, ik vond alles van de hoofdgerechten en zo. Het was gewoon oké. Maar het was wel een beetje in die fastfood kant. En daar is niks mis mee. Maar ik vond niet alles lekker. Ik had later nog een stukje van het varkensvlees geprobeerd. Ja, ik vond het niet zo lekker. Het was niet zo lekker als gisteren. Ik vond die van Plaza Gardens, vond ik qua hoofdgerechten, vond ik wel echt lekkerder, zeg maar. Maar ja, de hele setting hier is wel heel erg cool en het hele concept is heel cool. Jammer van die toetjes. Dus, maar alsnog gewoon een dikke 4 uit 5, want ik heb super lekker gegeten. En ik denk dat de toetjes alsnog de show stalen. Ja. Stalen? Stilden? Stilden? Dat weet ik niet. Ik ben het bijna met je eens. Ja. Ik zeg, bij fastfood snap ik wel, want ze hadden wel die burgers en zo. En dat is denk ik wat je bedoelde. Ja. Die friet en zo. Ja. En de blauwe mayo trouwens. Ja, die was lekker. Echt van die hele lekkere Franse zure mayo was dat. Dat wil ik nog even zeggen. Ik werd er soms een beetje ongemakkelijk van. Ja, inderdaad. Wat, je had wat echt zo'n burger. En dan raakte ik een beetje in paniek. En zulke croutons. En blauwe mayo. Ik dacht, wat is dit allemaal? Dus dat ging een beetje, ik kan dat je kortsluiten. Ik heb het ook niet gegeten. Maar ik vond het wel echt heel lekker. Ik heb echt wel lekker gegeten. Ja, er waren een paar dingetjes wat ik iets minder vond. Maar zat er bijvoorbeeld in één keer spontaan paddenstoelen tussen. Wat ik gewoon niet lekker vind. Dus ja, dat is meer, lag meer daaraan. Maar al die verschillende soorten salades vond ik wel echt super lekker. En die toetjes. Ja, die toetjes. Ja, deze gaan we nog wel even oppeuzelen zo hoor. Zeker. Zeker. Maar ik ben het wel eens met je rating. Ja? Ik heb ook 4 uit de 5 snackies. Mooie score. Ja, was wel echt lekker. Mooie score. Nou, ik denk dat we sowieso qua eten op een mooie score zitten deze trip. We hebben al 2 buffetjes gehad. Dus mochten we nog iets lekkers aan snacks tegenkomen, dan gaan jullie het zeker in deze video zien. Ja. We gaan even lekker uitbuiken. Hopelijk misschien nog Spider-Man meeten. En dan misschien nog even een snackje doen later. Ja, goed idee. Eerst deze nog eventjes.
je de term rollend naar huis? Ja. Ja. Nou, dat is hier niet zo, want de roltrap werkt niet. Ja. Maar we hebben heel veel gegeten. Dat je bedoelde met de auto, rollend naar huis. Ja, dat ook. Maar ook wel, we hebben ook veel gegeten dit keer. We hebben lekker twee buffetjes gedaan en ja, het was allebei heel chill. Echt dikke aanrader. De volgende keer is een buffetje hier. En ja, het is wel duurder, maar het is het echt waard. Gewoon even lekker zitten. En zeker als je het vergelijkt met de andere prijzen, die allemaal best wel wat omhoog zijn gegaan sinds ons laatste bezoek. Ja, ja, dat is precies wat jij zei. Want op een gegeven moment kon je een minuutje scoren voor 30 euro. Ja. En dan voor 15 euro meer heb je all you can eat. En ja, echt op zit je echt gewoon in een vet restaurant. Ja, precies. En je kan gewoon lekker even zitten. En we hebben echt, vooral bij Plaza Gardens, hebben we echt anderhalf uur gezeten. Maar die andere denk ik iets korter, omdat onze reservering van Spider-Man vervroegd was. Oh ja. Dus dat was, ja, dat was nog heel chill. Dat is ook echt een goede tip ook trouwens. Maar inderdaad, als je bij Avengers Campus bent, dat je dan even van tevoren even reserveert in de app. Als je met de Avengers op de foto wil of met Spider-Man. Ja. Want vandaag was best wel een rustige dag. Of in ieder geval gisteren. Ja. En daardoor was het nog wel diezelfde dag plek. Maar ja, echt om 4 uur pas, terwijl we echt vroeg boekten. Of daar vroeg gingen kijken. Ja, de virtuele wachttijd was 4 uur lang. En in die tijd zijn we lekker gaan eten en ritjes. En wil je daar nou meer over horen, dan kom vooral even een keer op de stream langs op de donderdagavond. En dan vertel ik graag meer over hoe het bezoek verder was. Het slapen bij Davy Crockett, wat we dit keer hebben gedaan. En attracties, Adventure Campus. Weet je wat het is? Disneyland Parijs. Eigenlijk is alles zo goed als perfect, behalve de snacks. Dat is echt gewoon, dat is gewoon echt jammer. Ja, en op zijn minst gewoon even een goede Mickey-shaped snack. Eentje. Ik had er gewoon het liefst gewoon eentje willen hebben. Hey, op de valreep. Want we liepen net nog de uitgang uit. We gaan nu naar de auto. We hadden zoiets van, ja, we hebben helemaal geen snack nu. En we komen echt bij de uitgang, echt dat je naar de parkeerplaats loopt en er kwam nog een steentje tegen en ja. Kijk nou hoe cute! Ja, hij is wel echt nice. De mini shortbread is dit, 4,50. Oh, lekker. Hard! Mm-hmm. Is een beetje hard? Ik dacht dat die zacht zou zijn. Ja, dat dacht ik ook, maar het is gewoon een hard cookie met wit chocola. Oh, zo. Oh! Oeh, en het is lekker machtig. Het smaakt naar spritzkoeken. Ja, inderdaad. Ja. Ja, inderdaad, maar dan met witte chocola. Ja. Oeh, die is best wel, hij vult ook best wel volgens mij. En dat is chillen dat wij met z'n twee zijn, dan kunnen we alles splitten gewoon. Ja. Ja, alles delen. Kom je nog een hapje daarvoor? Ja, pull up met die second opinion. Best wel een flinke cookie. Goede laag chocolade over. Ja. Maar voor de rest. Maar dat is gewoon oké, is niets. Ja. Nou, op de valreep. 3 snackies. Ja, dat had ik hem ook gegeven. Ja. Is gewoon oké. Ja, is lekker. Nee, maar niet zo extreem zoet, gewoon goede. Echt een cookie, inderdaad. Ja. Lekker? Ja, heel lekker. Ja. Nu gaan we echt rollen naar. Ja, nu gaan we. Er zijn altijd wel meer snacks bij. Jullie allemaal weer bedankt voor het kijken naar deze uitgebreide snacktime special vanuit Disneyland Parijs. En wat was het weer heerlijk, ons bezoek, of niet dan? Ja, ik heb er echt van genoten. Ja, het was echt super fijn. Ja. Ja. Snel maar weer boeken. Ja. Nogmaals, jullie allemaal bedankt voor het kijken en we zien jullie bij de volgende video. Tot dan. Ciao.